Ik zit hier achter het Van de Heuvelorgel in Lunteren in de Bethelkerk. En ik ga zo meteen de afsluitende improvisatie spelen. Die eigenlijk bedoeld was als presentatieconcert van die nieuwe dubbel CD Kaleidoscoop. Die tweede CD eindigt met een symfonie op thema's van Geert en Liefting. Nou ja, dat is een symfonie in vier delen, een heel groot ding, van een minuutje of 23. Ik wou het nu wat korter doen. Ik heb twee andere thema's meegenomen van Thierry Esquez, een Franse organist. Waar ik lessen bij heb gevolgd en die ik zeer inspirerend vind als docent en als componist. En niet vergeten als improvisator. Ik wil die twee thema's van hem gebruiken om een driedelige triptiek te improviseren. Een scherzo, een adagio en een finale. Het zijn twee thema's die ik aan het begin even voor zal spelen. Het is één snel thema en één langzaam thema. En ze kunnen dan ook gedurende de improvisatie natuurlijk van karakter veranderen. Snel kan langzaam worden en omgekeerd en motieven kunnen op een gegeven moment gecombineerd worden. Nou ja, dat is altijd een heel interessant parcours om mee te maken. En een soort snelkookpan voor de hersenhelft, zal ik maar zeggen. Dus ik hoop dat jullie er veel plezier aan beleven. Thank you.